Mr. Limburg. Maar we hebben er twee. Want we hebben een Mr. Nederlands Limburg en dat is Adil. Mr. Nederlands Limburg, Adil. Die lintjes, dat is toch altijd iets, hè. Elke keer opnieuw. De zon, dan hebben we het gehad, denk ik, hè. Mr. Belgisch Limburg. Wie is dat geworden, volgens jullie? Hoe zeg je? Mr. Belgisch Limburg, Sherry! Dames en heren, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb zelf geen punten gegeven. Maar dit was het podium zoals ik het mij voorgesteld heb. Dus ik denk dat iedereen het daar met mij eens is. Mr. Fotogeniek, Mr. Limburg, Batuan. Lint voor Best Model. Best Model hier in de finalisten van Mr. Limburg is Siri. En dan second runner-up voor Mr. Limburg. Hij is nog heel jong. Er is nog een hele weg af te leggen. Maar ik vind dat hij het op deze leeftijd fantastisch goed gedaan heeft. Second runner-up voor Mr. Limburg, Bart. Ja, en dan wordt het spannend natuurlijk. We hebben nog een first runner-up en we hebben nog een Mr. Limburg. En het was een nek-aan-nek race, hebben ze mij verteld in de jurykamer. Een serieuze nek-aan-nek race. First runner-up voor Mr. Limburg. Cristo! Oh.
Dames en heren, ik heb het geluk gehad om met deze jongens samen te werken voor een choreografieles. En een tip die ik u toen gegeven heb, dat is van jongens, probeer je vooral te ontspannen op dat podium. Ze hebben dat vandaag al supergoed gedaan, dus ik zou zeggen, blijf dat in die richting doen. Want je ziet tot wat het kan leiden als je goede raad opvolgt.